keer in korte tijd is een auto in brand gevlogen in de Babberspolder in Vlaardingen. In de nacht van donderdag op vrijdag en de nacht van vrijdag op zaterdag werd één dezelfde auto in de Meidoornstraat twee keer in de brand gestoken. In de nacht van zondag op maandag is een andere auto in de brand gevlogen. Dit gebeurde in de Lavendelstraat, een zijstraat van de Meidoornstraat. Door de brand ging langdurig de toeter van de auto af. Na enige tijd kreeg de brandweer zowel de brand, maar ook de toeter uit. De politie doet nog onderzoek of er sprake is van brandstichting.